Nog zes weken en dan is het zover. Op 3 november kiezen de Amerikanen hun president. En zoals bekend gaat de strijd tussen deze twee heren Donald Trump en Joe Biden. En Natuurlijk gaat het in deze strijd om politieke ideeën en visie. Maar tegelijk is het de grootste marketingcampagne uit de Amerikaanse geschiedenis. Amerikanen worden overspoeld met dit soort reclames op televisie en online. Hoe zet je het product Trump of het product Biden neer in een kiezersmarkt? En belangrijk. Welk medium levert nou het meest succes op? Dit is het bedrag dat Trump tot dusver heeft binnengehaald voor zijn campagne. Bijna 490 miljoen dollar. Lange tijd bleef concurrent Biden daaronder, maar vorige week deed miljardair Bloomberg een gift van 100 miljoen en daardoor heeft hij nu een campagnekas van 540 miljoen dollar. Als je dat nou afzet tegen vorige verkiezingen, dan is duidelijk dat deze presidentsverkiezingen nieuwe records worden gezet. Hierbovenop komen nog de campagnegelden die door de partijen zijn binnengehaald. En als geheel worden die ook ingezet voor zetels in het congres. Bij de Republikeinen gaat het om zo'n 605 miljoen dollar, bij de Democraten ligt het wat lager, op 447 miljoen. Maar het gaat dus in totaal om fenomenale campagnebedragen. Interessanter is natuurlijk: waaraan wordt dat geld besteed? Verreweg het meeste geld wordt ingezet voor campagnes in Florida, Pennsylvania en Wisconsin. Dit zijn staten waar de strijd nog niet is beslecht en die relatief zwaar wegen omdat ze veel inwoners hebben. De zogeheten swing states. Opvallend is ook dat aan een traditioneel massacommunicatiekanaal als televisie veel meer geld wordt besteed dan aan advertenties via Google of Facebook. Terwijl je online preciezer je boodschap kunt richten op jouw doelgroep. Neem bijvoorbeeld de belangrijke swing state Florida. Donald Trump steekt 26,5 miljoen aan commercials voor radio en televisie in deze staat. Online trekt hij voor Florida zo'n 7 miljoen dollar uit. Hetzelfde beeld zie je bij Joe Biden: zo'n 34,5 miljoen versus 7,5 miljoen. Waarom de kandidaten zoveel meer inzetten op televisie dan op online is niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk spelen een paar zaken rol. Via televisie kun je in één klap een groot algemeen publiek bereiken. Maar online is dat veel meer versnipperd. Bij televisiereclame kun je precies aangeven in welke omgeving je wilt adverteren. Dat maakt het veiliger en betrouwbaarder. En daarnaast is adverteren op televisie duurder dan online. Het kost dus al gauw meer geld. En dat laatste speelt een belangrijke rol in de strijd van dit moment. De laatste weken besteedt Biden een steeds groter deel van zijn campagnegeld aan TV-campagnes. Sinds 24 juli heeft Trump hieraan 44 miljoen dollar uitgegeven. Biden maar liefst 130 miljoen. Volgens de Financial Times heeft Trump heel veel geld al uitgegeven. Bij hem zou de bodem van de schatkist in zicht zijn. Nog een paar weken en dan is duidelijk welke strategie het best heeft gewerkt en wie de winnaar is en zijn campagnegeld het beste heeft ingezet. Trump, die relatief meer middelen online heeft ingezet. Of Biden, die kiest voor de beproefde televisiereclame. Vond je dit een zinvolle bijdrage? Daar loont nu de RTL Nieuws app. Onder het kopje economie houden we je bij RTL Z op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.